Nou, dus de vorige regering had dus aangegeven dat er dus een COVID-toelage toegekend was. En die COVID-toelage was dus aangegaan voor 6 maanden. Die 6 maanden zijn dus nu voorbij, dus die COVID-toelage wordt daar niet meer opgebracht. Elke maand krijgen wij instructies vanuit het ministerie van Financiën wat wij moeten opbrengen. En voor deze maand, omdat dus de 6 maanden dan voorbij zijn, moest de COVID-toelage niet meer opgebracht worden. Dat is dus aan de hand met die kwestie van die 500 SRD. De seniorenburgers die hebben gebeld naar ABC zeggen het is afgetrokken. Is het eerst gestort en dan weer weggehaald? Hoe zit het precies? Nee, het is niet opgebracht. Dus het is niet eerst gestort en dan weer weggehaald. Dat kan trouwens ook niet. Het is dus niet opgebracht voor deze maand, omdat de 6 maanden verlopen zijn. Het was voor 6 maanden de COVID-toelage.